Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video en vandaag is het eindelijk zover. We gaan vandaag in ons nieuwe huis kijken. Ze zijn al best ver, maar ik weet eigenlijk nog niet of dat ze al binnen ver zijn. Maar vandaag gaan we dat zeker even zien, want zoals ik al zei, we mogen op de bouwplaats en ook in het huis dus. Let's go! En zo, daar gaan we! Niet Timo! Ja, let's go. Jongens, we zijn er al bijna. Eén stoplichtje wachten. Oh nee, we hebben hem mee, want er zit zo'n sensor in. Nou jongens, ik ben er al lang niet meer geweest, echt een maand of zo. Maar ze hebben hier dus aan de voorkant hebben ze afdakjes ondertussen. Ze hebben ook schuurtjes, let op. Kijk, we kunnen nou gewoon erop. Hier, daar zie je, dat zijn gewoon schuurtjes. Die zitten met z'n tweeën aan elkaar. En ja, de schuttingen die zijn er nog niet. Komt de plein, het grasveld in ieder geval met de kuil erin en daar is het voor ons. Hierachter is het dus. En ik ga nou naar binnen. Nou mensen, ik sta erin. Dikke echo. Go! Mooi. Maar vorige keer toen we dus hierin waren, toen leek het allemaal klein en dat had ik toen gezegd, hè. Maar nu de muren helemaal erin staan, is het gewoon fucking groot. Maar dat had ik toen ook al gezegd. We kunnen hier mooi kijken. Ja, even een rondleiding ga ik daar op doen. Hier zo komt de keuken in ieder geval. Daar heb je al een aansluiting voor de kraan. Sommige mensen hadden honger. En ja, ik ga nou even een rondleiding geven. Nou mensen, de rondleiding. Normaal begin je bij de deur, maar dat doe ik vandaag lekker niet. We staan nu in de woonkamer, zoals je kan zien. Ja, daar is de tuin, daar komen we dadelijk wel in. En hier is de keuken. Waar hebben wij hier? Ik ga even zo filmen, dat is even makkelijker nou. Hier is het allemaal dun. Hier heb je een trapkast. En dan komen we hier in de gang. Hey opa! En dit is een meter, weet ik veel. Ja, de gang dus. Hier de wc. Kijk, hier echt hoort het niet zo goed. Is niet erg. Hier heb je dus vloerverwarming. Dingetjes. En dit is waarschijnlijk voor de waterpomp. Of de warmtepomp, weet ik vooral dat dat hier komt. En dit is dan de meterkast. Dan hebben we vervolgens hier de trap. Kijk, we gaan hier de trap op. Hoi. Nou, hier waren we dus gebleven. Hier kom je omhoog.
Dan gaan we straks naar de zolder als laatste natuurlijk. Dit is mijn kamer. Op zich, ja, niet al te groot, maar ja, weet je, mij boeit dat toch niet. Hier ga ik toch alleen maar slapen en dan komt de bed in en de kast. Dus dan hebben we als tweede kamer, die van Timo. Of niet, jongen? Kijk, die is een klein beetje groter, maar veel niet. Oké, voor de kamer, dan ook weer zo. Dan hebben we hier papa en mama's kamer, zeg maar. Die is de grootste, die is wel tering groot. Die is echt groot. Holy shit. Dan lopen we hier weer uit. Dan hebben we hier nog een badkamer zitten. Maar daar zijn ze nog niet echt aan begonnen, zeg maar. Ja, wat een standaard dingetjes. Want hier komt dus de wc, dat kan je wel zien. Hier komt de douche. En hier komt de dubbele wastafel. En met de grote spiegel ervoor. Kijk, en dit is ons uitzicht van de badkamer. Gaan we nou naar de zolder. We gaan zo de trap op. Hier achter mij is dus de badkamer, dit hier zo, hè. Gaan we zo de zolder in. Zo. Dat is groot, jongen. Oh. Holy shit. Let op. Hier kom je dus omhoog. Kijk hoe hoog dit is. Hier hebben we nog een technische ruimte ook, zeg maar. Met zonnepanelen en alles komen hier binnen. Dan hebben wij hier de berging, maar die gaan we wegslopen waarschijnlijk. Want wij gaan hier een schuifwand in zetten. Ja, ik kan niet goed zien. En natuurlijk nog een mooi dakraam, ja ja. Kijk. Nee jongens, gewoon... Maar jij bent niet zo groot natuurlijk, hè. Kijk, dit is ook een mooi uitzicht hoor. Als je raam openzet, kan het een beetje eruit hangen zo. Kut voor een kop, hè. Die andere kant komt naar beneden. Kijk, dakpannetjes, die staan er al lekker op. Mooi zeg. Hier, dat is toch gewoon prachtig. Alleen ja, naar deze kant moet je niet kijken, want dat is lelijk. Hier, die heeft gewoon heel zijn tuin volgebouwd met een schuur. En hier is dus de garage, dat is die van de buurman, zeg maar. En die van ons zit erbij, maar ja, door het huis zo, dat kan je niet zien. Nou, mooi. Dan hebben we natuurlijk nog één ding niet gezien. En dat is de garage. Dus let's go. De leek is vrij klein, hè? Ja. Maar het is toch wel goed. Ik heb de hik, jongen. Het is toch wel groot. Nou, ik heb geen idee hoe je in de tuin kan komen vanaf hier, want alle deuren. Er zit nog geen klink in. Dus daar kan je nog niet in. Hey, daar zit nog geen deur in. Bij de buurman door de garage, dat is geen klas, toch? Nee. Mooi. We staan in de tuin. Ja, dit beeld kennen jullie ongeveer wel, hè? Dit heb ik wel vaker zo gefilmd. Alleen nu zijn de stijgers allemaal weg en zo. Want ja, toen stond ik letterlijk hier. Ja, zo kan je naar de tuin. Ja, zo kan het wel, ja. op dit moment dan, in ieder geval. Ja, bij ons zit overal kozijnen met deuren in, dat zei ik net ook al. Ja, ik zit even te poepen, niet kijken. Nou, ik ga nog even... door de buurt even een rondje zo helemaal lopen. Dat is wat ik vorige keer had gedaan, dat versneld. Want nu is het allemaal veel anders natuurlijk. Hier stond er nog niet zoveel. Dus, let's go. Let's go.
staan dus die schuurtjes. Dit zijn ze gewoon ook echt. Want ja, het is gewoon echt letterlijk een bouwpakket. En zoals je kan zien, één goede windhoos en het ligt om. Ook al is het al in elkaar gezet, denk ik. Die komen hier. Dit zijn die huurhuizen dus. Gaan we filmen. Ja, ze zijn die kabel. Nou, dit zijn dus de huurhuizen. Normaal stond ik altijd achter de hek te filmen daar zo. En dan zijn dit die ene huurhuizen die het verste gaan, zeg maar. En hier heb je gewoon al tegels in de tuin. En ze hebben al stopcontacten. Kijk, is dat een beetje duidelijk? Ik weet niet of dat je dat kan zien, maar er zijn in ieder geval stopcontacten. En hier gewoon waterputjes. Kijk, dat er eentje al heel ver is. Ik denk niet, maar die zijn allemaal hetzelfde, alleen maar stopcontact en zo. Ja, hier achterom al. Allemaal los nog die tegels. Kijk, hier achterom.